zijn laatste stadje van zijn leven. Of ik word met ernstige kwesties geconfronteerd. Ik moet een beetje kijken wie fit is, wie er ligt. Vanmorgen moest ik weer denken aan een gesprek wat ik gehad heb met een jong meisje van 26. Zij was hier opgenomen vanwege een psychose. En daardoor is haar hele leven eigenlijk op de schop genomen. Want zo'n psychose ontwikkelt zich soms ook al langzaam, waardoor ze eerst haar werk niet goed meer kon doen en vervolgens in de war raakte en hier opgenomen is. Maar dat is gewoon rustig gaan zitten van wat zou er nou aan de hand kunnen zijn? Dus onderzoeken, heb je zelf een idee waardoor het komt? Of vertel eens wat is er de afgelopen tijd allemaal gebeurd? Nou, dat blijkt dan zoveel te zijn. En er is dan zoveel verlies in zo'n situatie aan de hand. Verlies van een woonsituatie, verlies van werk, verlies van grip op je eigen leven door zo'n psychose. Nou, als je dat op een rij zet, dan is het gewoon niet verwonderlijk dat je somber bent. En eigenlijk kom je dan samen tot de conclusie dat het hele leven als het ware ingestort is. En dat is dan wel een sombere conclusie. Maar voor haar was het gewoon zo een stuk erkenning dat zij uit mocht spreken, ja, mijn leven is ingestort. En hier zit iemand die dat eens even samen met mij onder ogen durft te zien. En de volgende stap is dan van, nou, wat voor bouwsteentjes heb jij inmiddels verzameld door de opname hier en door mensen om je heen, zodat je misschien toch weer een beetje perspectief ziet. Eigenlijk, het was gewoon een palliatief zorg, dus eind en leven. In het begin, natuurlijk op af en toe wordt de afdeling vragen aan de patiënt, wilt u de imam spreken? Ja, men denkt heel anders over imam dan in het ziekenhuis. Hij heeft een bepaald beeld en zegt, nee, liever niet. Ik wil het niet. Maar op een gegeven moment, de patiënt heeft hier een beetje lang gelegen. Toen heb ik zelf het initiatief genomen om even kennis te maken. Nou, ik ging eigenlijk alleen voor 5 minuten gesprek. Maar dan is het een anderhalf uur gelopende gesprek. Dus dat was zo interessant voor de patiënt zelf. Zij had heel veel vragen over de dood, over het leven na de dood. En toch, zij heeft wat troosten daarin gevonden. En die wil graag nog verder. Maak ik nog voor vorige afspraak. En dan vraag ik altijd of ik nog een keertje terugkom. Dan zeg ik, nou ja, graag. Nou, dan kom ik gewoon een keer weer terug. Dan krijg ik weer vragen die zij wel graag willen weten. En toch, dan merkt zij dat de imam in het ziekenhuis een heel ander beeld dan imam misschien in de moskee. Dus eigenlijk het gesprek heb ik gewoon volgehouden steeds, tot zij gewoon overleden. En toch op de laatste week ben ik bij haar echt 4 keer achter elkaar, bijna elke dag. Ik was de donderdag een gesprek. Zij voelt niet zo goed. Zij nou, wil je nog met u morgen komen? Het was op vrijdag. In principe ben ik hier niet op vrijdag. Maar ben ik wel speciaal voor haar gekomen. Nou, van vrijdag. Zij vroeg nog een keer, dan ik zei, nou, dan kom zaterdag ook speciaal. En helaas, zij is zondag overleden. Toen ben ik opgeroepen en ik kwam. Dus op deze manier ongeveer werk